Ja, want eigenlijk de enige reden dat jullie zoveel werken is omdat, wat je net al zei, dat je dat gewoon echt wil, dat het leuk vindt. Ja. Maar als je even een paar dagen vrij wil nemen, dan kan het in principe altijd. Ja, zeker. Ja. En zoals in Mauritius hadden we onze ouders, of mijn ouders laten komen. En die wonen dan bij ons in de villa ook. En toen waren er 11 dagen waren ze er. Hebben we heel veel dingen gedaan. En heel weinig gewerkt. En toen hebben we gewoon alleen maar het reageerwerk gedaan. Ja, gewoon onze klanten. Dus beantwoorden van klanten. Dat die er eigenlijk niks van merkte. Ja, want het was een uurtje per dag. Nou, dat is gewoon heel goed te doen. En dan hadden we het klantgesprek wat verspreid. Dat ik ook nog 1-2 uurtjes per dag met hen sprak. Maar een soort van rond de 2 uur moest dan. Ja. En verder gingen we op pad, ging van alles doen. En dat is heel leuk. Alleen die week, ondanks dat het superleuk was, ik zou dat niet altijd kunnen. Ik zou het echt heel vervelend vinden als ik alleen maar reageer. Het voelde voor ons heel erg als stilstand. Ja, want omdat we ook dat doel hebben om echt heel veel mensen te kunnen bereiken. Ja, dan moet je wel dingen hebben om mensen mee te gaan bereiken. En dus filmpjes maken en dingen delen en ook ons leven delen. Ja. Dat zijn ook wel dingen, dat gebeurt niet als je alleen maar doet wat nodig is. Doet wat nodig is als in wat nodig is om je geld te verdienen. Want het meeste van onze uren gaat zitten in dingen waar we niks mee verdienen. In eerste instantie niet. Ja, en op lange termijn wel. Ja, dat geldt voor mij ook. Ja, voor gewoon uitzoeken. Ja. Heel veel dingen, nieuwe informatie zoeken. Ja, En dingen opnemen, content creëren, van waarde zijn voor mensen die we eigenlijk niet eens kennen en waarschijnlijk ook nooit leren kennen. Mm-hmm. En ik denk, daar gaat wel 2/3 van de tijd zit daarin. Ja, en dat is waar veel mensen het moeilijk hebben. Die zijn nog uurtje factuurtje, dus elk uurtje wat je werkt moet zeg maar betaald worden. Ja, als ik zo ga denken, dan word ik heel ongelukkig. Ja. Ja, en als je in die mindset zit, dan kan je er beter niet aan beginnen ook wat wij doen. Nee. Kijk, het begint zich nu allemaal wel wat steeds meer uit te betalen, maar dat is allemaal al werk van 1,5 jaar geleden. Mm. Wat zich nu echt uitbetaalt financieel. Ja, maar zeker ook omdat we heel erg veel tijd en energie, maar ook geld hebben gestoken in onszelf blijven ontwikkelen in wat we doen. Mm. Want daardoor hebben we klanten die we anders niet zouden kunnen hebben, omdat we dan gewoon niet competent genoeg zouden zijn. Ja. En de dingen die we delen, die komen voort uit wat we leren van onze coaches, van de boeken, van de podcast, van alles wat we doen en leren en lezen en waar we in ontwikkelen. En dat inderdaad, dat komt nu al bij elkaar. En dat is nu het afgelopen jaar eigenlijk dat we dat ook merken. Maar dat hangt wel echt één op één samen met die keuzes die we daarin maken.